Yo, dit is Gian en welkom bij mijn 100 sub special video. Ja, eindelijk zit ik aan de 100 subs. Het heeft een tijdje geduurd, een half jaar denk ik wel. Dat is best wel lang voor de 100 subs, vind ik. Ja, ik heb er naar eigen zeggen niet veel aan gedaan om echt subs te krijgen. Ik heb gewoon geüpload en ja, verder niks. Veel mensen spammen of doen duels. Heb ik ook gedaan, maar niet zo heel veel. Maar ik ga nou echt veel meer speciale video's maken. Niet net zoals deze met de 100 subs. Ja, dat doe ik wel, maar niet echt veel. Maar ik bedoel de duels, gastrollen. Ja, van alles. Ik heb er heel veel zin in om duels met mensen te gaan doen. Zou je dat graag een keer met mij willen doen, dan vind ik dat niet erg. Dan kan je daar gewoon even zeggen in een reactie. En dan zien we wel hoe dat zit met die duel. Maar vandaag is een keer een Morph 3 gameplay. Ja, het is weer eventjes geleden dat ik Morph 3 heb gespeeld. En ik speel nou met een Skarel met Silencer met Specialist Bonus. En dit potje ging aardig goed. Het was weer eventjes geleden, zoals ik net heb gezegd. En ja, ik was een beetje de spawns alweer wat vergeten. En ja, dit was een beetje Far in the Dead. Maar ja, het was een beetje jammer. Maar ik zou het in ieder geval alvast fijn vinden als je een like achterlaat op deze video. En een positieve reactie achterlaat. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer dan ook. Dan gaan we op naar de 200, zou ik zeggen. Maar in ieder geval wil ik een paar mensen bedanken voor deze 100 subs. Playstar heeft ons geholpen met Weekly Duel. Dat doen we nog steeds. Er zit nog een Terminal Duel komt aan te komen. En anders heb ik hem al geüpload. Maar die zit er in ieder geval aan te komen. Dan weten jullie dat alvast. Survival Mode Terminal samen met Playstar. Dan wil ik Originals ook bedanken voor de laatste 15 subs voor de 100 subs. Die ik nodig had. Ja, het klinkt een beetje stom, nodig had. Maar gewoon, ik wil hem gewoon bedanken voor al die subs die hij mij gegeven heeft. Om maar zo te zeggen. Ja, hij heeft zelf al aardig wat subs. 5 keer zoveel als mij, bijna 6 keer. Dus ja, dat is best veel. Maar zoals jullie zien, ik speel gewoon meer op PC. Dat kun je waarschijnlijk wel, ja, dat kun je goed zien door de field of view. Mijn wapen zit een beetje ver naar voren. Is echt heel fijn mee spelen. Ik speel 24 inch scherm. Dat is best wel groot. En daarmee kan je echt heel veel gastjes kan je gewoon echt goed zien. En ja, dat is echt super vet. Het jammer is, het is weer met servers. Maar deze server is maar 7500 punten. In plaats van 10.000. Dat is een beetje jammer. Maar dat geeft niet zoveel. Het is gewoon echt een snelle video om jullie gewoon te bedanken. Ook... ja, mijn bedankwoordjes is eigenlijk gewoon bijna ja, af van hoeveel mensen ik wil bedanken. In ieder geval dus Playstar en Originals. Maar er zit ook wat, er zit nog een spotlight van Dutch Gamepoint aan te komen. En dat zal mij ook wat abonnees bijbrengen. En dan heb ik nog, even denken hoor, een duel. Nee, zelfs een triple commentary met X-Snipe Games en Twiz. Die zit er ook nog aan te komen. En X-Snipe Games heeft zelf ook 250 abonnees bijna. Dus dat is ook wel leuk. En er zit nog een dual commentary met ZS. En ja, een beetje een vage naam. Ik weet hem niet meer. Maar in ieder geval, bij hem ga ik ook een dual commentary doen. ik ga deze video nergens in een afspeellijst zetten. Voor het geval je nog niet is opgevallen. Klik gewoon eens een keer bij de description op meer weergave. Of hoe je het, ja, wat er ook zegt. Dus, en dat betekent, kijk gewoon mijn hele beschrijving. Want er staat een link naar de afspeellijst. Dat zullen jullie waarschijnlijk echt veel ja, heel fijn vinden dat er een link zit. Zodat je, ja, dan kun je alle video's achter elkaar zien. Zoals bijvoorbeeld de survival mode kan je achter elkaar kijken, dat is heel fijn. En de zombies en de road to mastery. Ja, dat is iets, ja, dat hoeft niet per se, maar het is gewoon leuk dat... Want heel weinig mensen doen dat eigenlijk. Ik heb veel kanalen gezien en heel weinig mensen doen dat. Afspeellijsten maken, ik blijf er gewoon mee doorgaan. Ik zet er maar een paar op mijn kanaal, gewoon de belangrijkste. En de rest doe ik gewoon een link naar in de beschrijving van een video. Dus wil je graag een keer meedoen met een gameplay van mij, vooral Black Ops. Dus daar speel ik de laatste tijd wel veel. Dan zou ik het fijn vinden als je me add op Steam. En op Skype. Skype en naam en mijn Steam link staan in de description.
En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dan zou ik het heel fijn vinden als je een like achterlaat. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En reageert op deze video.